Hoi en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb de velproducten van september en oktober. Dit is het bakje. Hij zit best wel vol helaas. En ik zeg er ook bij helaas, want ik vind het altijd best wel jammer als er producten zijn die ik niet fijn vind. Maar het hoort nou eenmaal wel bij het testen van producten. Je kunt helaas niet alles fijn vinden. Ik ben wel heel blij dat ik deze video nu ga opnemen, want ik heb helaas ook alweer een aantal nieuwe producten liggen die in het bakje thuis horen. Het bakje is eigenlijk te klein, ik moet een ander bakje pakken. Maar die liggen nu heel braaf op mijn vensterbankje in de slaapkamer te wachten zodat ze in dit mandje kunnen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik niet fijn vond en waarom ik ze niet zou aanraden, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik begin gelijk even met drie nagellakjes, vier nagellakjes zelfs. Dat zijn deze nagellakjes en deze komen uit de Neo Nude collectie van Catrice. En dit zijn de nude varianten. Ik heb hier allereerst C01 Delicate Pink. Waarom ik deze lakjes niet fijn vond, is omdat ze eigenlijk niet dekkend genoeg zijn. Je ziet ze amper op je nagels. Je ziet ook heel erg witte randjes erdoorheen. Nou kun je natuurlijk wel kiezen voor een witte basislaag eronder. Maar dan vond ik ze nog niet fel genoeg. Ze hebben een dubbel dopje. Ik zal ook eventjes het kwastje laten zien. Het zijn vrij kleine lakjes. En kijk, dit is het kwastje. Die is gewoon vrij basic, maar er zit ook maar 5 milliliter in. Dus het zijn wel echt minietjes. Maar dat is allereerst dit kleurtje. Gewoon geen goede dekking, te licht van kleur. Het was gewoon niet helemaal mijn ding. Dan heb ik deze. Hetzelfde verhaal. Dit is de C05 Pale Pink. En deze lijken ook heel erg op elkaar, maar ze zijn wel anders. Want deze heeft meer een glittertje erin zitten, meer een glansje. En deze is wel gewoon, deze lijkt gewoon ja, bijna wit achter. Hier bijna niks terug van de roze kleur op je nagels. Dan heb ik wel echt deze kleur. En deze vond ik op zich wel heel mooi eruit zien in het flesje, omdat hij wel gewoon echt een mooie glans heeft. Dit is de C09... Illuminating White. Ik moet even moeite doen om het te lezen, want ze zijn vrij, het is vrij klein. Maar ook deze gaf geen mooie dekking. Dan heb ik deze kleur. Dit is C07 Tender Rose Gold. En deze is gewoon te licht. Hoewel die er heel erg mooi uitziet, vond ik hem gewoon niet mooi genoeg op mijn nagels. Helaas. Dus deze vond ik niet goed. Ik vond de neonkleuren vond ik wel fantastisch. En één nude kleurtje vond ik ook wel heel erg mooi. Maar deze waren het gewoon helaas niet. Dan heb ik een product van Soda. En dat is de Wow Brow. Dit is een wenkbrauw product. Ik heb deze in de kleur 001 Paris. Ik vind de producten van Soda over het algemeen wel heel erg leuk. Maar deze viel gewoon heel erg tegen. Er zat wel weer een schattig stickervelletje bij, wat wel heel leuk gedaan is. Maar het product zelf viel heel erg tegen. Laat ik vooropstellen dat ik de verpakking wel heel tof vind. Hij is roze met witte tekst. Je hebt aan deze kant een spoelie waarmee je de wenkbrauwen kunt doorkammen. Dat vond ik wel heel tof gedaan. Ja, of je laat even een topje vallen. Heel slim. Dan is dit het product. Je moet hem omhoog draaien. Ik laat alles vallen vandaag. Kijk, en zo ziet het er dan uit. Hij is heel plat. En dat is wel even wennen ook om mee te werken. Maar ik was ergens, hoopte ik dat het goed zou komen. Ik ga hem zwartje voor je. Even iets meer omhoog doen. Want hij heeft al heel erg moeite mee om kleur af te geven. Nou ja, ik heb hem geswatcht. Maar zoals je ziet, kijk of het aan de binnenkant van mijn arm beter gaat. Ja, wacht, er komt wat kleur van af, maar je moet heel hard duwen. Dit is hem. Dit is de swatch. Ik vond het niet fijn werken. Je kunt er op zich wel nauwkeurig mee werken, omdat hij vrij plat is afgesneden. Maar er komt bijna geen kleur van af. Je moet ook vrij hard duwen voordat je echt kleur op je wenkbrauwen krijgt. En ik vond niet dat mijn wenkbrauwen er na de tijd heel mooi uitzagen. Want ik zag nog steeds heel veel witte plekjes. En
Wat ik echt wel belangrijk vind aan een wenkbrauwproduct is dat hij in ieder geval de witte plekjes verbergt. En dat het er gewoon toch natuurlijk uitziet. Maar dat deed deze helaas niet. De kleur was op zich prima, maar het product zelf is in uitvoering gewoon echt niet mijn ding. Dus dat is heel erg jammer. Maar ja, het was leuk geprobeerd, maar niet mijn ding in ieder geval. Dan heb ik twee concealers van het Kruidvat. En dat zijn de Stay With Me concealers. Deze beloven longlasting te zijn en anti-pollution complex te hebben. Ze bevatten ook SPF 20. Dit zijn dus de flacons. Ik heb ze in twee kleuren. Ik heb hier allereerst de 010 Very Nude. Dat is deze. En dan heb ik de 020 Soft Almond. Nou, die ziet er heel donker uit. Het jammer aan deze concealers vond ik dat ze heel erg slecht blenden. Ze blenden gewoon niet lekker in. Na de hand zag je gewoon nog heel erg dat je product had aangebracht. En ja, ik vond ze gewoon een beetje een droge structuur hebben. Daar leek het heel erg op. En ja, daar hou ik gewoon niet zo van. Ik vind het toch wel belangrijk dat als je een concealer aanbrengt, dat hij lekker smeuïg is. En dat hij gewoon lekker inblendt. En dat je gewoon een frisse uitstraling krijgt. Maar dat je het niet meer ziet zitten naar de hand. En dat was met deze gewoon heel erg lastig. Want ik kon er heel vaak overheen gaan met mijn kwastje. Het deed op een gegeven moment zeer en beter dan wat, hoe ik het had, werd het niet. De uitgebreide review staat trouwens op mijn blog. Maar ik zal ze ook even swatchen, zodat je even een idee hebt van de kleuren. Er zit wel een vrij groot applicatortje bij. Kijk, want dit is het kwastje. Op zich werkt dat fijn, maar het is gewoon echt pure structuur. Dit is dan de licht variant. Op zich is de kleur prima, maar de uitwerking is gewoon niet mijn ding. Ik zal ook even de donkere swatchen voor jullie. Nou, die zou je gewoon bijna kunnen gebruiken voor mij, in mijn geval als bronzer. Kijk, dit zijn ze. Zo, op het eerste oog lijken ze heel smeuig. En met zwartje had ik ook eigenlijk helemaal geen problemen. Maar gewoon de uitwerking op zich vond ik gewoon niet zo prettig. Dus nee, daarom waren deze concealers het voor mij gewoon niet. Wel jammer, want ik vind het altijd wel heel fijn om een goede concealer te vinden. Maar helaas, het is niet anders. Ik veeg ondertussen eventjes de zwartjes voor mijn hand af. Zodat ik zo even het nieuwe product kan gaan zwartjes voor jullie. Het is altijd wel eventjes prettig om dat te doen. Dan heb ik nog een product van Soda. En dat is deze Guyliner. En dit is een eyeliner. Dit is een roze variant. Dit is de 103 Kite. Dit is hem. En ja, ik vond het op zich leuk. Een roze eyeliner. Bij sommige looks kan het best wel heel erg leuk zijn. Hier zat trouwens geen stickervelletje bij. Kijk, de verpakking vind ik ook wederom fantastisch. Hij is ook roze met die witte tekst. Ja, het is wel een eyeliner die gewoon lekker op zou vallen in je stash. Het kwastje heb ik op zich ook niks op aan te merken. Die ziet er eigenlijk heel goed uit. Kijk, maar kijk, nou zie je hem op mijn hand. Is hij op zich best oké. Ja, hij komt wat donkerder op de camera over als dat hij is. Maar ik zag deze niet terug op mijn ogen. Ik kon er gewoon niet fijn in werken. Ik kon er een mooi lijntje mee zetten. Maar je zag hem gewoon niet terug. En terwijl ik dacht, ja weet je, bij een ooglook kan het op zich soms best wel leuk zijn. Een beetje uit je comfortzone stappen met een roze eyeliner. Maar deze die zag ik gewoon niet terug. En dat was wel echt, ja, gewoon heel jammer. Want ik vond het heel leuk. Ik had ook nog geen roze eyeliner. Ik dacht, ik ga zo uit mijn comfortzone. Maar nee, deze guyliner van Soda was het ook niet. Terwijl ik over het algemeen best wel heel tevreden ben met de producten van Soda. Maar deze zijn het gewoon dan niet. Dan heb ik een mascara. En dit is de mascara van Get It Girl. Dit is de Wicked Wings Long Lasting Volumizing Mascara. In een tubetje. En dit doet me ook wel heel erg denken aan vroeger. Want vroeger hadden bepaalde merken echt wel mascara's in tubetjes. Volgens mij had Ethos daar ook wel een lijn in. Maar de verpakking vind ik op zich wel leuk. Hè? Hij is vrolijk, dus er staat een vogeltje op. Het is wel een vrolijke verpakking. Hij oogt misschien wat goedkoop doordat hij dus inderdaad zo'n tubetje heeft. Dit is het borsteltje. Op zich een prima borsteltje. Je ziet wel dat hij hier heel veel product oppakt aan de bovenkant. Want je ziet heel erg dat de mascara erin gaat.
Alleen, dan belooft zo'n mascara... Nee, hij rookt verder niet anders dan normale mascara's trouwens. Dan belooft hij een volumizing effect en long lasting te zijn. Nou, je zag gewoon bijna niks terug op mijn wimpers van die mascara. Ja, mijn wimpers waren zwart, maar dat was het ook. Er kwam echt geen volume van af. En bepaalde delen kon ik niet eens raken, doordat het borsteltje best wel grof is. En omdat hij dus aan de bovenkant best wel veel product opneemt, toen dacht ik van, nee. Ja, weet je, sommige mascara's van low budget varianten zijn heel goed. En die doen ook echt wel wat ze beloven, maar deze viel daar gewoon helaas niet onder. Ik had het wel heel erg gehoopt, want ik vind hem wel heel erg leuk eruit zien. Maar nee, long lasting, dat weet ik niet, want ik draag mascara eigenlijk... Ja, als ik gewoon thuis ben, draag ik gewoon niet heel veel, heel lang achter elkaar mascara of überhaupt make-up. Als ik een dag weg zou gaan, wat in deze tijd natuurlijk niet kan, maar als, pak ik toch vaak een van de wat duurdere mascara's in mijn stash. Omdat ik gewoon weet dat die hele dag mooi blijven zitten, maar deze viel er gewoon niet onder, dus helaas. Dan heb ik ook een... Volumizing Extreme Lip Booster van Catrice. En dat is deze. En deze heeft een hot chili extract. Nou, hartstikke leuk. Zo ziet het eruit. Hij belooft dus dat je lippen hier voller door lijken. En hij heeft ook... hij bevat dus menthol en chili extract. Nou ja, hij heeft de naam 010 Hot Plumper. Jullie weten eigenlijk al wel, als je mijn filmpjes lang kijkt, dat ik niet van menthol haal. Omdat... Het voelt gewoon niet prettig aan op mijn lippen. Je ruikt die mentholgeur ook heel erg. Maar ik dacht nou, ik had ergens gehoopt dat die ook nog een hele mooie kleur zou afgeven. Dit is de applicator op zich prima. Maar dit is het dan. Dit is het product. Nou, zie jij het? Zie ik het? Je ziet het heel licht. Ik had gehoopt, omdat de huls dus zo donkerrood is, dat hij ook gewoon echt een donkerrode kleur zou afgeven. En dat viel mij gewoon heel erg tegen. Je zag hem gewoon bijna niet. Het is niet echt een product wat je draagt bij je make-up look, want ik hou van felle lippen. En dat deed hij sowieso niet. En ja, dan toch weer door die menthol dacht ik van nee, dit wordt hem niet. Ik kan hier niet zo goed tegen. Dus nee, deze lip booster die was het voor mij niet. Ik kan je daarom ook niet vertellen of die je echt vollere lippen gaat geven. Omdat ik het gewoon niet kan handelen een paar uur achter elkaar. En nee, helaas. Deze lip booster is het voor mij niet geworden. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product. En dat zijn oogschaduwpaletten. En dat heb ik volgens mij nog nooit gehad in deze video's. Maar dit is het eerste oogschaduwpalet wat in een van deze video's terugkomt. En dat is het Pretty Eyes George's 9 Color Eyeshadow Palette. Deze heb ik een tijdje geleden bij de Action gekocht. En ik had al zo'n soort verpakking in een andere variant. En die vond ik heel fijn. Toen zag ik deze en dacht ik, oh ja, ik vind het leuk. Ik wil het heel graag proberen. Gelukkig zijn de oogschaduwpaletten bij de Action niet zo heel erg duur. En over het algemeen was ik heel erg tevreden over de oogschaduwpaletten van de Action. Maar deze... Die heeft dit soort kleurtjes. Ik zal zo even de binnenkant laten zien. Het doosje is wel heel leuk. Hij opent zo, zeg maar. En dan zijn dit de kleuren. Nou, dan denk je, het ziet er hartstikke leuk uit. Maar op je ogen komt het niet tot zijn recht. Ik heb er twee ooglooks mee gemaakt. Eentje met de wat roosachtige kleurtjes. En eentje met wat groen-blauw tinten. Maar ik vond het verschrikkelijk. Ze blenden heel slecht uit. Je kunt het eigenlijk niet lekker blenden en je ook de kleur komt heel matig op je oogleden. Je moet heel veel laagjes aanbrengen mocht je een beetje kleur willen krijgen. En ja, het pigment was het gewoon niet. Ik zal even een paar kleuren swatchen voor je, zodat je een beetje een idee hebt wat het doet. Kijk, ik heb nu wat kleuren geswatcht. Oh, hoe ga ik dit doen? Wacht, ik ga het even op mijn hand doen. Ik denk dat het beter is. Kijk, dit zijn de kleurtjes. Nou, je ziet al wel, geel zie je wel aardig, de groene zie je aardig, maar de roze en de paarse die vallen eigenlijk in zijn geheel best wel weg. Dat vond ik heel erg jammer, want ja, ik had in eerste instantie zoiets van, nou, dit kan best wel wat worden, maar doordat de kleuren zo erg wegvielen, had ik zoiets van, nee, dit is het voor mij niet. Het waren ook wel kleuren die ik eigenlijk ook nog niet in mijn stash had. Ja, ik heb wel een heel fel palette. Maar nog niet echt dit soort kleurtjes. Maar nee, de
hoewel de oogschaduw best wel poederig ogen en dat normaal best wel een goed teken is, vond ik dat bij deze niet. Wat ik wel heel fijn vond was het spiegeltje, maar de kleuren zelf, nee. Dit paletten zou ik je niet aanraden, volgens mij verkoopt Action hem nog. Het is misschien heel erg leuk als je wat jonger bent en je misschien een beetje met make-up aan het spelen bent. Is het leuk als het allemaal niet zo fel is, maar als je al best wel een aantal jaren make-up gebruikt, wil je op een gegeven moment gewoon wat fellere kleuren. En dat waren deze helaas gewoon niet. Dus heel erg jammer, maar ja goed, eens moet de eerste keer zijn voor een oogschaduwpalet en dat was deze keer. Dan waren dit alweer de felproducten van september en oktober. Het valt eigenlijk al met al nog best wel mee, maar ja, toch altijd wel even belangrijk om te noemen, denk ik. Ik denk toch dat het belangrijk is dat je eerlijk blijft over make-up en dat je gewoon ook kunt zeggen van nou, dit vind ik fijn, dit vind ik niet fijn. Hoewel ik het zelf, zoals ik al zeg, echt wel heel erg jammer vind van sommige producten, wordt het er nou eenmaal bij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij zelf al eens een van deze producten hebt getest. Omdat je zoiets hebt van, nou, ik voel hem eigenlijk wel heel fijn. Of ik had een van deze producten willen proberen, maar ik zou het nu bijvoorbeeld niet doen. En het kan natuurlijk ook zijn dat je deze producten nog wel wilt proberen. Helaas zijn de producten van Soda niet meer te koop. Dus dat zijn deze in die doosjes. Of je moet ze nog in een uitverkoopbak vinden. Maar ik hoorde laatst van iemand die zei, die wilde daarvoor naar de winkel gaan. En die zei dat ze er niet meer waren. Ik heb ze ook al een tijdje. Alleen ik moet heel erg wisselen met wat ik ga reviewen op mijn blog. Zodat ik niet elke week dezelfde merken heb. Dus ja, daarom zijn sommige producten wat later online gekomen. Maar die zijn dan ook niet meer te koop. Dus ja, dat is wel heel erg jammer. Maar goed, ik wilde ze toch even goed laten zien. Omdat het gewoon echt wel, ja, bij de producten hoorde die ik niet fijn vond. Ik wil je in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en vind je het nou leuk om op de hoogte te blijven van mijn video's, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje van mijn gezicht drukken die aan het einde van deze video verschijnt. Of op mijn kanaal zelf en dan kun je op de rode button drukken. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, dan hoef je geen enkele video meer van mij te missen. Want dan krijg je gewoon elke keer een melding als ik wat heb geüpload. Hoe leuk is dat? Mocht je deze video leuk gevonden hebben, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En ik hoop je gewoon eigenlijk bij een volgende video weer te zien. Doei!